Mijn man, dat was een visser. Eén uit de duizend. Waarom willen jullie het niet hebben over de multiculturele samenleving? Zeg me wat ik moet doen. Ik ben niet goed met emoties. Ik ben zo zielig. Ik eis dit en ik eis dat. Dan moet je 14 ton silotje. Dat is tot de stroesel. Oké. Wij worden meer gehaat dan extremistische moslims. Ik dacht dus... Jongens, we dwalen af. We gaan het hebben over de multiculturele samenleving. Je bent bang Den Haag en je angst heet Arabier. Pakulan! Kapman, police ketter, president Jackson. Ik ben er niet blij mee, hoor. Je communiceert niet met me. Ja, de vis wordt duur betaald. Man heeft maanden droog gestaan. Ja. Met zo'n vrouw voor je neus. Ja. Kijk, tepels priemen in ogen. En zo'n rommelige huid. Is toch niet realistisch? Kijk, echte man zou anders doen. Ja, goed. Een bewerking. Jo heet bij ons... Sorry, schat. Fatima. Nee. En Fatima is bijvoorbeeld Marokkaans. En dan zegt ze... Ja, doei. Ik ga echt niet met jou seks doen. Asjuma. Gezondheid. We mogen geen seks als we niet zijn getrouwd. Als morgen... mijn beurt komt, dan denk ik alleen maar, we motten allemaal. Dat was al het water van de zee niet af. God heb gegeven, God heb genomen, God neemt ons en wij nemen de vissen. Ik ga niet meer vooraf een rechtsoort doodmaken. Mag niet, ik weet, maar ik ga het nog doen. Ja, in de zon. Het zich aangesloten bij de Somalische zeerovers en heeft het schip van mij gekaapt. Wij Polen, altijd buitenstaanders. Kowalski, ik spreek denk ik namens de hele groep als ik zeg dat jij er helemaal bij hoort. Ja, natuurlijk, mama. Ja. Nee, ik ben Pool voor al die klusjes. Huh? Voor Hollanders die klusjes zelf niet kunnen doen. Ja, niet willen doen.